Nou Kevin, daar zitten we eindelijk weer na de zomervakantie. Na een hectisch jaar. Nou, daar zijn we vanaf mei, wat was het, 21 tot afgelopen juni bezig geweest met de voorbereiding. Corona-jaar, een stukje gemist. En daarna verder gaan. En ja, het was een heel zwaar seizoen. En dan is het ook tijd voor rust en een stukje bezinning. Hoe heb jij dat ervaren het afgelopen seizoen en de periode daarna? Want het was een zwaar seizoen. Nou, dat zeg je goed inderdaad. Een heel zwaar seizoen. We zijn vroeg begonnen. Omdat het seizoen daarvoor natuurlijk vroegtijdig werd stilgelegd. Zijn we gauw aan de slag gegaan met de nieuwe selectie van vorig seizoen. In mei begonnen en wederom in twee blokken getraind. En het was natuurlijk heel raar seizoen dat we eind oktober, begin november weer een coronastop kregen. In die periode hebben we toch binnen de maatregelen doorgetraind, twee keer in de week. En daarna in februari uit mijn hoofd begonnen we met de competitie. En dat was een competitieperiode zonder enkele vrije weekenden en met midweekse wedstrijden. Ook van tweede, die op zaterdag veelvuldig was afgelast en door de week ingehaald moest worden. Dus ik denk voor spelers en staf een heel hectisch seizoen. Maar gelukkig met een mooi einde met twee kampioenschappen. Zeker, daar komen we straks nog even op terug. Ben je trouwens nog op vakantie geweest? Zeker, zeker. Dat was wel nodig na zo'n jaar. Ook op zakelijk gebied natuurlijk. Ja. Dus tussen de twee blokken in, twee weken naar Marrakesh en twee weken naar Spanje recentelijk. Heerlijk. 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 Maar het is ook weer tijd voor een nieuw seizoen. Toch nog even blijvend bij het seizoen 21-22. Je werd toen gevraagd om trainer te worden voor UVS1. Ik heb jou toen zelf benaderd in overleg met de voorzitter. En daarna hebben we nog gesprekken gehad. Heb je met mensen toen om je heen gesproken over dat je trainer kon worden bij UVS van het eerste? En heb je daar nog advies gevraagd? Of? Ja, nee, zeker. We hebben het onderling natuurlijk over gehad na aanleiding van ons eerste gesprek. We hebben natuurlijk meerdere gesprekken gevoerd. In die periode heb ik natuurlijk ook Henk Buin als coördinator binnen de bovenbouw. Met hem daarover gesproken. En ook gewoon met medetrainers waar ik privé mee omga. Familie en nog wat vrienden die het voetbal ook op de voet volgen. En die zeiden allemaal van, Kevin, deze kans moet je pakken. Als je zo'n kans krijgt, dan moet je hem niet laten lopen. Nee, zeker. Ik heb het met je eens. Welke verwachtingen had je toen je eraan begon? Nou, ik had heel wel, omdat we natuurlijk heel vroeg begonnen in mei, heb ik natuurlijk ook al vrij snel in de smiezen van wat de kwaliteit van de groep is. En de klik was er gauw met de groep. Dus ik had ook echt wel de verwachting dat we in ieder geval linker rijntje zouden gaan eindigen. We hebben natuurlijk nooit zo extreem geroepen naar de buitenwereld. Hadden we trouwens, sorry dat ik je onderbreek, dat hadden we ook intern afgesproken. Ja, 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 ja. En je ziet dat ook dat het voor de spelersgroep goed is bevallen. Eigenlijk tot aan het einde zijn we gewoon week tot week blijven leven op die manier. En dus linker rijtje had er zeker ingezeten op voorhand al. In mijn optiek gezien de kwaliteit van de selectie. En uiteindelijk is dat ook uitgekomen. En een belangrijke doelstelling die ook denk ik gewoon binnen de club was, is om tweede naar een hoger plan te tillen. En uiteindelijk is dat ook gelukt. Uiteindelijk een gedroomd seizoen. Absoluut, absoluut. Dan even terug naar de staf. Hoe is die samenwerking? Hoe is de sfeer? Ja, dat is fantastisch. Dat is onderling, ik denk wel 4-5 groepsappen waar het dagelijks gecommuniceerd wordt met elkaar. In een bepaalde groepsappen, zeker op de vrijdag, meer voor de lol en plezier. In bepaalde appjes meer op inhoud, voetbal, terugblikken op de zaterdag, vooruitkijken naar de trainingen. En gewoon een hele goede klik met Henk en Ton en Arnold vanuit 2 en ook de andere stafleden, de leiders van 1 en 2, die heel betrokken zijn bij beide elftallen. En als een leider van het eerste elftal die kan, dan springt de tweede bij en andersom. Dus die samenwerking is fantastisch en de sfeer daar is goed. En dat is ook denk ik mede de reden dat we gewoon als staf zijn ook gewoon een goede klik hebben met de groep. Nou, fijn om te horen en de betrokkenheid is groot. Zowel bij de trainers als bij de teammanagers, leiders, grensrechters en de sfeer. Nou ja, dat kan ik bevestigen. Die is gewoon fantastisch. Nee, is absoluut daar. Dus we mogen ons in de handen wrijven. Absoluut. Was dat ook je persoonlijke doel om kampioen te worden het afgelopen seizoen? Dan even terugkomend op je antwoord van daarnet. Op voorhand niet direct. Tuurlijk hoop je wel de stap omhoog te maken. Gewenste stap van de tweede klasse naar de eerste klasse. En ik heb altijd gezegd van ja, of het nou via na-competitie is of via een titel. Dat maakt mij op zich niet zo heel veel uit. Maar gaandeweg het seizoen is dat wel
voor mij persoonlijk en ook voor ons als staf echt wel een doelstelling geworden van we staan er goed voor en dit moeten we nog doortrekken tot het einde, absoluut. Ja, ja. Ja. Hoe blij was je met kampioenschap? Ik weet dat natuurlijk, maar de mensen die hier naar kijken, die... Hartstikke blij en met name trots op de manier van de laatste week waarin we 3 wedstrijden hadden, Berkel uit, die we 3-0 verloren. En dan is het een mentale tik en dan mag je opladen tegen medetitelkandidaat op dat moment nog Vitesse Delft, wat gewoon een sterke ploeg is. En de manier waarop we die wedstrijd wonnen, dat was voor mij het bevestiging van ja, welke ronde we kampioen worden, worden we, maar we gaan het worden. Mooi, dus die ontlading was gigantisch, ondanks dat het was zonder te spelen. Maar dat heeft de vreugde niet, die was er niet minder om. Nee, zeer zeker niet. Dan vooruitkijkend, nou, in ieder geval, we hebben een kampioenschap binnengehaald met 1-2. Dan vooruitkijken naar seizoen 22-23. Hoe verloopt de voorbereiding tot nu toe? Nee, gaat alles naar wens? Ja, nee, erg tevreden. Ook even kijken, na de laatste competitiewedstrijd de jongens 3 weken vrij afgegeven. We hebben in een blok van 2 weken getraind. Weliswaar verre van compleet, maar in verband met vakanties. En gelijk hebben de jongens wat dat betreft ook, want ook voor hun was het een pittig seizoen vorig jaar. Maar wel een leuk aantal, ik denk gemiddeld 20, 25 man op de training gehad in de eerste blok. Het voordeel daarvan was natuurlijk dat ze zo vroeg op vakantie gingen, dat precies, we nu in augustus met een grote groep direct kunnen starten. Dus we hebben er nu gemiddeld 30 aanwezig en er zijn er nog een paar vakantie en weekend weg. Dus de groep wordt eigenlijk met de week groter. En als ik zie hoe er wordt getraind en hoe wij voetballen tegen de hoofdklasses of tegenwoordig de vierde divisionisten, dan staan we er goed voor, ook fysiek. Als ik zie dat de jongens na 2-3 weken trainen al gewoon makkelijk 60 tot 70 minuten kunnen spelen en onze competitie begint pas over 6 weken, dan staan we er goed voor. Mooi, fijn om te horen. Dan naar de nieuwe spelers. Vanuit de jeugd zijn er een aantal overgekomen, talentvolle spelers. Ja. En behoorlijk wat talentvolle spelers van buitenaf, die, waar we mee gesproken hebben, die graag bij ons wilden komen voetballen, waar we heel erg blij mee zijn. Absoluut. En William, good old William van Vliet, is gestopt. Hoe kijk je naar dat hele plaatje? Nou, ik denk dat weer een hele mooie ontwikkeling is dat er 8 jongens van de A1 zijn overgestapt naar de selectie. Afgelopen zaterdag hebben we een toernooi gehad bij ARC en tegen Noordwijk en Alphense Boys gespeeld. Waarbij Björn zijn eerste minuten in het eerst heeft gemaakt. Romello als eerste jaar senior. Jori, als ik naar hem kijk, hoe hij doet bij de wedstrijd tegen Treden, is dat gewoon fantastisch. En de nieuwe jongens die passen zich gelijk goed aan, passen goed in de groep. Wel de eerste 2-3 weken nog echt wennen op de manier waarop we willen spelen. En de manier van trainen. Maar dat zie je ook dat daar vooruitgang in zit. En het belangrijkste is als je als speler nieuw komt bij een club, denk ik, dat je je gelijk thuis voelt, welkom voelt en klik hebt met de spelersgroep, hebt met de staf. En als ik dat zo om me heen hoor en zie, dan zit dat wel goed. Mooi. En over William gesproken, die traint nog steeds elke dinsdag mee om fit te blijven. Ja, prachtig, prachtig. Alleen maar respect voor William, maar dat weet hij ook. Wat zijn je verwachtingen voor aankomend seizoen? Nou, kijk, ik denk als promovendus is de eerste taak om gewoon te handhaven in de eerste klasse. En mocht het blijken dat er meer in zit, dan zullen we dat gedurende de tijd wel zien wat dat is. En de exacte verwachting vind ik nog lastig te schetsen. Volgens mij wordt vannacht de competitieprogramma bekend. Maar we weten nog steeds niet hoe de exacte versterkte promotiedegradatieregeling eruit gaat zien. Ik weet nog van een aantal jaren geleden bij de jeugd is er ook een versterkte degradatie ingevoerd. Er gingen geloof ik de onderste 7 of 8 ploegen er rechtstreeks uit. Dus ja, dat is heel wat anders dan dat de onderste 4 of 5 eruit gaan natuurlijk. Dus het is heel wazig, de hele regeling. De KNVB komt er later mee. Wat we ook al hebben gehoord, dat er dit jaar een versterkte degradatie komt. De onderste 4 rechtstreeks degraderen, de 2 daarboven gaan na competitie spelen. Maar dan ook nog eens weer het seizoen erna een versterkte degradatie. Ja. Dus ja, weet je, het is koffie die kijken. We wachten maar af. Klopt. Wij moeten zorgen dat we daar ver van weg blijven. Absoluut, dat is duidelijk. Ongeacht hoe die regeling eruit ziet, moeten we gewoon zorgen dat in eerste instantie dat we in de eerste klasse blijven in het nieuwe seizoen. Dat zou heel mooi zijn. En dan zien we gedurende het seizoen wel. Absoluut. Zoals het afgelopen seizoen. Week tot week. Waar we toe gaan komen. Soms zijn de spelersgroepen goed bevallen, dus dat pakken we op door. Gekke dingen roepen heeft geen zin. Wij zeggen altijd, je moet het met je voeten laten zien. En dan, ja, dan komt er de rest zelf er wel uit. Zijn er bepaalde wedstrijden waar je naar uitkijkt? We hebben natuurlijk heel veel regio-derbies.
Ja. Valk 68, Voorschoten 97, Die Hagen. Nou ja, ik kan wel verder gaan. Zitten daar bepaalde wedstrijden bij? Nou, voor mij persoonlijk niet zozeer, maar ik merk wel dat er in de groep het een en ander leeft. We hebben bijvoorbeeld Lloyd, die komt natuurlijk van Voorschoten, dus dat is een bijzonder potje voor hem. Marvin, die heeft familie bij Valk zitten, die het een en ander in het bestuur doet. Ja, zijn broer. Zijn broer. Ja. Mitchell, die komt van Nooddorp, zitten we bij in de competitie. En ik ben benieuwd, we hebben vorig jaar tegen Velo, Die Hagen onder andere geoefend. Ook tegen Voorschoten en Nooddorp trouwens. En zijn we daar tegen beide alle tegenstanders goed voor de dag gekomen. En ik ben benieuwd hoe de verschillen dit seizoen zijn. Dat is meer waar ik naar uitkijk dan specifiek één tegenstander of de derbies aan zich. Als je dit soort dingen roept, dan weet je natuurlijk dat ze erop gespit zijn straks om het ons heel lastig te gaan maken. Maar dat is alleen maar mooi. Dat is alleen maar mooi. Ja. Verder kijken naar het aankomende seizoen. Heb je nog persoonlijke doelen die je als trainer de aankomende jaren wil behalen? Nee, zeker. We zijn natuurlijk gepromoveerd naar de eerste klasse. En dat betekent voor mij persoonlijk ook dat ik me komend seizoen of dit seizoen moet inschrijven voor de UEFA-cursus. Nou, meestal gaat dat tussen oktober en december de inschrijving open en volgt er een gesprek. Dus de doelstelling is in eerste instantie om te zorgen dat ik daar toegelaten word. En om me verder gewoon gedurende het seizoen buiten de cursus om ook te ontwikkelen als trainer. En dat gebeurt ook met wedstrijden zoals we die nu tegen hoger spelende elftallen spelen. Dan kom je in situaties waarin je met alle respect in, tegen de tegenstanders uit tweede klasse niet in terecht kwam. Precies, dus ook de minderheden worden blootgelegd. Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Heb jij nog iets toe te voegen? Wil je nog iets kwijt? Ik kijk er vooral uit naar een heel mooi seizoen. We hebben nu wederom een... we zitten pas op de helft van de voorbereiding, nog niet eens. We hebben een leuke bekerpool en nog leuke oefenwedstrijden te gaan. En waarbij de hele selectie de kans gaat krijgen om zich te laten zien. En kijken weer naar uit om een heel mooi seizoen te maken met de hele selectie en staf. Kevin, ik wil je bedanken voor je tijd. En ontzettend veel succes en plezier het komende seizoen. Dankjewel. Jij ook bedankt voor je tijd. En wederom de leuke interview.